Een paar weken geleden ben ik samen met Rick afgereisd naar Gambia, een klein land in West-Afrika. Hier zijn we voor 3 dagen met een gids het binnenland ingegaan om midden in de jungle de beruchte West-Afrikaanse tijgervis te vangen. Uiteraard hebben we voor dit avontuur onze camera's meegenomen en dat resulteerde in deze video. En na een rit van ongeveer 5 uur kwamen we dan eindelijk aan in het plaatsje Janjambure, waar we diezelfde avond meteen onze eerste vissessie hadden en kennis mochten maken met deze prachtige rivier. Deze eerste sessie was vooral bedoeld om kennis te maken met de rivier en de natuur hier. Qua vis bleef het dan ook aardig stil, maar daar kwam de volgende dag snel verandering in. Nieuw dagje, nieuwe kansen. Kijken of we een tijgervisje kunnen vangen. Dit is de boot. Going to jump in the middle of the house. So I'll be back. Yeah. So, that's so nice.
lekker, de aardbeid had het niet. De gids verspeelde er al eentje net. Deze vis is echt sterk. Holy shit. Het is gewoon een... Ja, het heeft iets weg van een roofblij, maar dan met een soort van T-Rex, weet je wel. Oh, het is zwaar. It's heavy as well. It is. Nice one. Whoa. This one is nice. Deze is wel ziek, hè? This time, this one, this time, during the rain season time. Yeah. When the rains come, we have such, this kind of fish. Lot around, yes. Ah, nice. Good. Kijk, we zitten hier vlakbij de aap. Ja, ze zien me. Daar gaan ze. Het stikt hier van de apen. Kijk hoor. Laatste ochtend. We gaan nog één keer proberen om een dikke tijgervis te vangen. Dit is de derde dag. Gisteren hadden we er eentje. Eerste dag niks. Dus hopelijk dat we er vanavond nog eentje kunnen vangen. En dan zit het er alweer op. En om die tijgervis te vangen gebruiken we grote pluggen. Dit zijn de pluggen die we gebruiken met grote enkele haken. Zo is de vangstkans gewoon echt het grootst. Ze hebben een keiharde bek. Ja, de kleuren zijn gewoon wit, rood, felle kleuren gewoon. Dus ja, hopelijk kunnen we er nog in uithalen. Groot zijn ze ook gewoon. Ik heb eindelijk ook vis. Oh, lekker. Dit is de laatste sessie. Had nog geen tikje gevoed. En in één keer... Hij moet echt even binnen gaan. Het was helemaal stil en in één keer klapt hij er gewoon vol op. Vol door de slip. Oh. Een klein, klein, klein. Op het moment dat hij start, you got some loss.
take it straight away. Holy shit. Nice fish. Oh, it's a big one. Cool. It's like it's well hooked. Head first. Yeah, it's not tired yet. It's a big one as well. Yeah, it is a big one also. It's hooked. It's hooked, dude. No stress. Lekker, dude. Laatste sessie, gewoon van de hele trip hier. Ik zit echt gewoon al die dagen te blanken en dan eindelijk gaat die hengel gewoon keihard. Deze man heeft nog geen tikje gevoeld. Maar ja, ik kreeg een run op die hengel, is echt niet normaal. You're shaking, man. I'm shaking. When I got the bite, I was like, what the hell is that? When it hit you. Yeah. Very strong fish. But I'm happy with it. Vorige vis, die hebben van Lars, die hebben we teruggezet. Maar ze vroegen bij het kamp daar of ik er eentje mee kon nemen als we er een vingen. Ja. Dus ja, we zitten hier. Top, die vindt het blijkbaar heel lekker om te eten. En dan zitten er genoeg, dus deze gaan we gewoon meenemen voor het dorp. Ja. En dan kunnen ze lekker van eten. Plus dat we hier heel afgelegen zitten en er is voor de rest sowieso bijna geen eten. Nee, dus om zo'n vis mee te nemen naar het dorp is echt heel goed voor En ze zijn er hartstikke blij mee. Dus. Precies. Nee, dat doen we gewoon. Been through all this before. Born with a silver spoon and crown. You see an open door. And feel free to run me down.